En nu vertel ik nog wat over andere aandoeningen van het hart. Sommige mensen hebben ook last van hartritmestoornissen. En je kunt het eigenlijk verdelen in twee soorten. We noemen dat geleidingstoornissen, waarbij het hart eigenlijk te langzaam slaat. En je hebt afwijkingen waarbij het hart juist heel snel of onregelmatig slaat. Ritmestoornissen kun je behandelen met medicijnen om de hartslag rustiger te maken. Een pacemaker of een ICD. Dat is soms bij pacemakers vooral bij hart wat te langzaam slaat. En een ICD is eigenlijk een defibrillator. Dat geeft bij mensen die weer ritmestoornissen hebben die te snel gaan. En verder hebben sommige mensen een ritmestoornis die nog te behandelen is via een operatie Vitalis. Waarbij die ritmestoornis kan laten wegbranden. Dat noemen we een ablatie. Als je hart te langzaam slaat, kan dat soms komen door medicijnen die mensen gebruiken. Maar soms komt het ook omdat het eigen geleidingssysteem, want ieder hart heeft een eigen pacemaker, wat het ritme aangeeft, dat het in de loop van de tijd is gaan slijten. Voor een te trage hartslag heb je eigenlijk geen medicijnen om die sneller te maken. Die medicijnen hebben we wel, maar die kunnen we alleen maar heel tijdelijk geven op de hartbewaking via een infuus, maar die kun je dus niet als pilletje nemen. Dus daarvoor, als een hartslag te traag is en mensen hebben daar klachten van, dan moet er een pacemaker geplaatst worden. En een pacemaker is eigenlijk een batterij, dit is eigenlijk gewoon een batterij, met daaraan draadjes die daar aan zitten en die in het hart worden gelegd en die stroomstootjes geven, zodat het hart samenknijpt. De pacemaker wordt geplaatst onder de huid, dan wordt gewoon lokaal verdoofd. Dan wordt er met een naald wordt er gekeken naar een ader die onder het sleutelbeen loopt. En die ader wordt aangeprikt en dan worden twee draden ingebracht. Eén draad die gaat naar de rechterhartboezem en één draad die gaat naar de rechterhartkamer. En daardoor kan die pacemaker, want er zit niet alleen een batterij in, er zit ook een chip in, die kan precies zien of het eigen hart wel slaat of niet slaat. En als het eigen hart het even niet doet, dan grijpt de pacemaker in en dan gaat die werken en mensen merken daar gewoon helemaal niks van. Het enige vervelende natuurlijk is dat je wel hier een klein kastje onder de huid hebt zitten. Ja, en dat is eigenlijk het grootste nadeel. Heel simpel gezegd. We gaan nog wat vertellen over de hartklepafwijkingen. Want wij hebben twee belangrijke soorten hartklepafwijkingen. Dan hebben we het vaak over een lekkende hartklep. Dat wil zeggen dat de klep niet goed sluit. Of een vernauwde klep. De klep opent niet goed. De belangrijkste klep eigenlijk die problemen krijgt met het niet goed openen, is de aortaklep. De aortaklep, zoals we al eerder hadden gezegd in de vorige presentatie, is de klep die op de linkerhart zelf zit en die voor de aorta staat. En de aorta is de grote lichaamsslagader en via de aorta wordt al het bloed verdeeld over de organen. Om te zorgen dat het bloed één kant op gaat, hebben we daarvoor een klep die goed moet openen als het bloed wordt uitgepompt en die moet sluiten als het hart weer vult, want anders stroomt het bloed ook weer terug. Dit is een voorbeeld van een normale klep. Als hij geopend is, zie je hier een mooi driehoek. En als hij gesloten is, noemen wij wel eens de Mercedes-ster, dan is hij mooi gesloten en hij heeft drie slippen. Normaal is een oppervlak van een aortaklep ongeveer 2,5 vierkante centimeter. En meestal als er klachten ontstaan, is hij minder dan 1 vierkante centimeter. Dus dan is hij echt behoorlijk vernauwd. En als mensen daar ook klachten bij hebben, als hij flink verkalkt is, dan moet hij worden vervangen. Want het is vaak kalk wat er in de loop van de jaren op die klep gaat zitten. Wat je dan eigenlijk ziet, is dat op die vliesjes van de klep, want het zijn eigenlijk gewoon een soort zeildoek, zou je het mee kunnen vergelijken, komt eigenlijk kalk op. En dat kalk, zoals we weten, is natuurlijk hartstikke hard. En doordat het zo hard is, gaan die klepslippen minder mooi open. En daardoor zie je vaak dat die klep verkalkt is. Nu kunnen die kleppen, als die verkalkt is, die moeten worden vervangen. Ik zit even te kijken. Ja. En dat doen we op een drietal manieren. Hier staan eigenlijk nog maar twee manieren geplaatst op de foto. Een klep kun je, zo'n verkalkte klep, dat is zo verkalkt, dat kan niet gerepareerd worden. Dus dan krijg je nooit meer mooi sluitend. Dus dan moeten we een nieuwe klep in. De ene is een mechanische klep, is gemaakt van materiaal, zeg maar een metaalsoort. En die klep bestaat uit twee slippen. En dan wordt de oude klep wordt er helemaal uitgesneden en een nieuwe klep wordt er ingehecht op de plek van de oude klep. En daardoor is er weer een goed openende en goed sluitende klep.
Het nadeel van een mechanische klep is dat die, omdat het van metaal is, een hogere kans geeft op stolsel. Dus dan moeten mensen levenslang bij de trombosedienst om bloedverdunners te slikken. Tegenwoordig, en die zijn er ook al een tijdje, zijn er ook biologische kleppen, gemaakt meestal van dierlijk materiaal deels. En die gaan tegenwoordig wel 15 tot 20 jaar mee. Dus we proberen eigenlijk altijd bij mensen een biologische klep te implanteren. Met als bijkomend voordeel dat een biologische klep, dus niet van metaal is, veel minder kans heeft op stolsels en hoeven mensen geen bloedverdunners te slikken. Dus hoeven ze niet bij de trombosedienst. De laatste jaren zien we veel meer dat ook kleppen via de lies geplaatst kunnen worden. Zodat mensen niet geopereerd hoeven te worden, zodat niet de borstkast geopend hoeft te worden, maar dat via de lies en via de grote lichaamsorganen, via de aorta, een nieuwe klep wordt ingebracht. En die is dat is dan ook een biologische klep. En die wordt dan hier op de klep van de oude, op de plek van de oude klep wordt die opgeblazen en ontplooit. Dus dan wordt eigenlijk de oude verkalkte klep, die wordt aan de kant geschoven en dan komt er een nieuwe klep, wordt er geplaatst. De resultaten zijn eigenlijk na 5 jaar, is nu onderzoek gedaan, zijn even goed als van de biologische klep. Maar we denken wel dat, als je de grafieken ziet, dat na 5 jaar gaan de curves iets uit elkaar en dan is het toch een voordeel van een chirurgische klep. Dus als het kan, de mensen hebben nog een goede levensverwachting, dus 10 jaar of meer, zullen we toch zeker voorlopig nog kiezen voor een biologische klep. Alhoewel we dat altijd in een hartteam bespreken wat het beste is per patiënt. Een ander veel voorkomend klepprobleem is het lekken van de klep. En dan is de mitralis klep weer de meest aangedane klep. De mitralis klep, nog even ter herinnering. Je hebt de linkerhartkamer en je hebt de linkerhartboezem. En tussen die boezem en de hartkamer zit ook een klep. Ook om weer te zorgen dat het bloed de goede kant op stroomt, het zuurstofrijke bloed. En als het hart ontspant, dat het niet terugstroomt naar de hartboezem. En dan kan het ook weer theoretisch naar de hartlongen, sorry, naar de longen terugstromen. Je ziet in de loop van de tijd dat bij enkele mensen ook die klep gaat lekken. En wat ze dan tegenwoordig bijna altijd doen, is dat ze die klep weer sluitend maken door die te repareren. Vroeger moest dat altijd een klep worden vervangen, ook met een biologische klep of met een mechanische klep. Maar tegenwoordig kan dat heel goed worden gerepareerd. Vaak door die klep wat nauwer te maken door een ring te plaatsen of deel van het materiaal eruit te snijden. Soms ook door te repareren door nieuwe gorda, zo noemen we dat, zo aanhecht draadjes te maken zodat die weer helemaal goed sluit. Voordeel ook weer van een klepreparatie is dat je geen antistolling hoeft te gebruiken, wat bij een mechanische klep ook hier juist wel weer moet.